Van de PVV. En u heeft gezien hoeveel spreektijd u heeft. Het is nog even netjes uitgedeeld door de griffier. En voor de heer Bosma geldt dat dat 10 minuten is in totaal. Vandaag wilde ik u nog even meegeven. Het is 2 termijnen. Ja. 10 minuten, hoe krijg ik dat vol, voorzitter? Nou, maar ik wil die extra zaal ook niet teleurstellen. En het schijnt ook gevolgd te worden door mevrouw Kardashian in Los Angeles vandaag. Dus ik hoop dat de satellietverbinding inmiddels op orde is. Voorzitter, goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat Zwarte Piet steeds populairder wordt in Nederland. Ons immaterieel cultureel erfgoed blijft geliefd. Volgens één onderzoek is al 71% van de Nederlanders voorstander van Zwarte Piet. Dat is een groei. Een ander onderzoek komt zelfs op 95%. Er zijn meer dan 1000 intochten met de echte Zwarte Piet. Het aantal boekingen van mensen die je kan huren als Zwarte Piet met Sinterklaas groeit. En 2/3 van de Nederlanders vindt de reetveegpiet niet acceptabel bij de intochten. En de helft van de Nederlandse bevolking zegt, als er die walgelijke pieten zijn, dan ga ik niet naar de intochten. Allemaal goed nieuws, voorzitter. Ons immaterieel erfgoed wordt ruim gedeeld in Nederland. Maar er is ook slecht nieuws, voorzitter. En dan komen we op het centrale probleem van Nederland. Dat de instituties van ons mooie vaderland allemaal, zonder uitzondering, in handen zijn van links. Van links-liberaal Nederland. De media, het onderwijs, de universiteiten, de hoge ambtenarij, het openbaar ministerie, de kunstwereld, zie de museumwereld, zie nu ook weer het Stedelijk Museum. Ze zijn allemaal ongekozen en het is allemaal zo links als de hel. En links, dat betekent mei 1968 links, waarbij bijvoorbeeld het kolonialisme een belangrijke rol speelt. Dat vinden ze heel slecht. Er is heel veel opgebouwd door het kolonialisme, bijvoorbeeld in Afrika, de universiteiten, de staat, infrastructuur, etc. En na het kolonialisme is heel veel daarvan net zo snel weer ingestort. Toch hebben onze linksliberale vrienden een enorme schaamte over dat kolonialisme. White guilt, een blank schuldgevoel. En zijn ze overgegaan tot een enorme derde wereldverheerlijking. En dat betekent weer dat alles wat een kleurtje heeft door deze mensen, ook alle beroepsgekwetsten, vereerd worden. En dat er steeds onmiddellijk voor wordt gebogen. Hoe irrationeel de eisen en de observaties ook zijn. Bijvoorbeeld de eis dat de observatie dat Zwarte Piet iets te maken zou kunnen hebben met racisme. Wie bijvoorbeeld kijkt naar de prachtige documentaire Makkers staakt u wild geraas, ziet dat door heel Europa Zwarte Piet-achtige figuren bestaan. Die hebben vaak te maken met de winter, met de vruchtbaarheid. Er is sprake van een intocht, dat zie je ook door heel Europa, vaak van een vorst, vaak van een bisschop. En de Sinterklaas-traditie en de Zwarte Piet-traditie passen daarin. Grappig dat de achterbannen van al die Zwarte Piet-haters toch vooral blank zijn. We zagen dit weekend weer de foto's van het koekamp in Den Haag. Zo blank als een braai van de Afrikaanse weerstandsbeweging. En ook de beelden van het kraakpand waar vorige week iets gebeurd is, wellicht. Kick-out Zwarte Piet. Allemaal hartstikke blank. En voorzitter, waar gaat het ze nou eigenlijk om? Gaat het ze om Zwarte Piet? Nee, het gaat om een veel bredere cultuuroorlog die gevoerd wordt. Zwarte Piet is, het gaat ze niet om Zwarte Piet. Zwarte Piet is slechts een slag in een veel grotere oorlog. Ze hebben het over dat ze Nederland willen decolonialiseren. Ze pleiten voor een openlijke raciale strijd. Ze hebben het over blanke machtsstructuren. Ze pleiten voor de neergang van het oude Europa. En heel veel linkse mensen lopen daar maar achteraan. Ze hebben niet door dat ze nuttige idioten zijn in een hele grote oorlog die ze niet kunnen of willen overzien. Waar moeten ze op uitkomen? Ja, waarschijnlijk op herstelbetalingen voor de slavernij. Of zoals we in Zuid-Afrika hebben, waar ze nu 118 anti-blanke rassenwet hebben. Dat is wellicht het eindstation van deze strijd. En je ziet ook overal dat het slechts een onderdeel is, dat Zwarte Piet slechts een onderdeel is. Gisteren weer in Leeuwarden staan die gasten met een bord. Stop Blackface, Free Palestine. Ze pakken ook Israël nog maar even mee. Ze zijn er toch mee begonnen. De ellende begon in 2007. Toen werd te Amsterdam het christelijke kruis verwijderd van de mijter van Sinterklaas. Want dat was kwetsend voor moslims. De heer Ascher was daar toen net wethouder jeugd geworden. De kreet was, de intocht moet voor alle kinderen zijn. Nou, ik ga daar weer kijken van het weekend, voorzitter. Ja, ik zie daar alleen maar autochtone kindertjes. Dus ik begrijp het argument niet. Maar uitgerekend in Amsterdam, de schutspatroon van Amsterdam is Sint-Nicolaas, moet het christelijke karakter van de Sint verdonkere maand worden. Multicul.
En het begon pas goed toen de heer Asscher minister was van Sociale Zaken. Toen heeft hij stiekem en achterbaks allerlei Zwarte Piet overleggen belegd. Ver weg van alle parlementaire controles. Ik kwam er bij toeval achter, heb er Kamervragen over gesteld. En allerlei groeperingen in de samenleving werd er toen toe aangezet om Zwarte Piet vaarwel te zeggen. En nu is de haat tegen Zwarte Piet een project van alle elites van Nederland, van alle instituties. De media, zie Jeroen Pauw, laten alleen maar tegenstanders van Zwarte Piet aan het woord. Of zeggen van ja, Zwarte Piet, dat is iets voor hooligans en tuigen en zo. We zien de ongekozen burgemeesters die zeggen van ja, je krijgt geen subsidie als bij jou Zwarte Piet verschijnt. Je ziet dat op heel veel plekken dat Sinterklaascomité's het mes op de keel wordt gezet. En we zien dat Kick-Out Zwarte Piet flink gefinancierd wordt door Soros, door de Stichting Democratie en Media en ook door een enkele gemeente. Ondertussen zorgt deze steun ervoor dat er heel veel rottigheid ontstaat rondom die intochten. En dat willen heel veel mensen, want het argument is, dat zagen we vorige week bij de interruptiemicrofoon, bij het vragenuurtje, als er rottigheid is bij intochten, is dat een argument om te zeggen, ja zie je wel, Zwarte Piet moet kapot. Dus heel veel mensen hopen op rottigheid en dat zorgt ervoor dat onze bestuurselite Kick-Out Zwarte Piet gewoon op een industrieterrein laat demonstreren, maar gewoon midden bij die intochten. Mevrouw Belhaai heeft een vraag. Ja, voorzitter, ik dacht misschien krijgt het betoog van de heer Bosma nog een andere wending. Want als je een beetje kijkt, dan zie je dat de afgelopen jaren eigenlijk elke keer dezelfde soort speeches gegeven worden. En ik had eigenlijk een vraag, maar eerst even een opmerking. Is dat wat, als ik goed luister, dan hoor ik een gigantisch gevoel van slachtofferschap. Het is allemaal de schuld van de linkse elite en de intellectuelen. Terwijl, als je kijkt in de Tweede Kamer, is er al ongeveer best wel een tijdje een rechtse meerderheid. Dat betekent iets over dat rechts dan de afgelopen jaren ontzettend veel winst heeft geboekt in deze samenleving. Dus ik denk dan de hele tijd, waar slaat dat slachtofferschap eigenlijk op? Want er is helemaal geen meerderheid, een soort machtsdenken waar u de hele tijd aan refereert. Dus waar haalt u dat eigenlijk vandaan? En twee, bent u zich bewust van het feit dat door elke keer zulke soort speeches te geven, u eigenlijk bijdraagt aan het feit dat veel mensen de behoefte krijgen om met elkaar in conflict te gaan? Veel mensen in Nederland zijn uiterst genuanceerd als het gaat over de Zwarte Piet-discussie. Het is goed dat Zwarte Piet gaat verdwijnen. Het heeft veel mensen gekwetst. En het is uiteindelijk een kinderfeest. Kinderen willen gewoon een leuk feest. En volwassen mannen zoals u zelf, waarbij ik een oké-boomer gevoel uw vraag, heb, mevrouw Belhaai. Is dus ook, kunt u nou niet gewoon voor die kinderen dan proberen om gewoon niet van die extreme, bizarre, ja, ouderwetse herhalingsspeeches te geven hier, de heer waar Bosma ook een keer niks van klopt. En mag ik u naar aanleiding van deze interruptie nog een aanmoediging doen om uw interrupties enigszins kort te houden, anders wordt het een hele lange dag. De heer Bosma. Voorzitter, dat is toch een beetje een rare manier van discussiëren. Als de vertegenwoordiger van D66 zegt dat er niets van klopt, dan moet ze gewoon feiten noemen. Dan moet ze gewoon zeggen, dit feit klopt niet en dat feit klopt niet. Ze moet dan niet in een bijzin zeggen, er klopt niets van en dat niet onderbouwen. Ik vind als je zo'n boute stelling inneemt, dan moet je ook met de feiten komen. Maar dat kan mevrouw Belhaai niet, omdat ik gewoon 100% gelijk heb en omdat 100% van mijn feiten kloppen. Ja, ik kan er ook niks aan doen, voorzitter. Ik zou ook wel eens ongelijk willen hebben, maar dat lukt me maar niet. Eén, de machtsstructuren. Nou, dat heb ik net toegelicht. Ja, de elites van Nederland zijn in linksliberale handen gekomen. En één voor één doen ze, acteren ze op basis van hun reflexen. En die zijn linksliberaal. Ik heb de achtergrond geschetst van het kolonialisme. Dat ik ergens toe bijdraag, ja, en dat ik een soort, dat ik olie op het vuur gooi, want dat is, dacht ik, een beetje wat mevrouw Belhaai zegt. Ja, ik heb juist meneer Paternotte gevraagd van D66, net als mevrouw Belhaai, die begon te jeremiëren over iets wat gebeurd is bij een kraakpand. Hij noemt dat zelf een school. Meneer Paternotte gooit olie op het vuur met allerlei zaken die nog helemaal niet bewezen zijn. En laten we ons nou gewoon eens even bij de feiten houden en wachten tot er een onderzoek is en dat we weten wat daar gebeurd is. Dus het is D66 dat olie op het vuur gooit, voorzitter. Mevrouw Belhaai. Nou, het niveau stijgt niet echt. Ja, voorzitter, kijk, de feiten, daar heb ik er bijvoorbeeld één van genoemd. De heer Bosma hangt alles op aan het feit dat hij als rechtse rabiate politicus totale slachtoffer is met al zijn ideeën van deze zogenaamde dominante linkse elite. Nou, ik denk dat als je dat verhaal al 15 jaar ophoudt, dan doe je of je werk niet goed, of je weet niet hoe het zit,
Of je vindt het gewoon heel erg prettig om jezelf in een soort slachtofferrol te verwikkelen. Zodat je vervolgens ook kan zeggen, ja, en die andere mensen die opkomen voor zichzelf en voor het feit dat het genoeg moet zijn met Zwarte Piet. Dat zijn dan mensen die slecht zijn. En dat is wat de heer Bosma doet. En ik kan prima een heel lijstje voor hem maken. Maar als me vergeeft, ik heb niet heel erg de behoefte om de heer Bosma op zijn leeftijd nog te wijzen over alle dingen waar hij gewoon weet. Dat hij speelt met de waarheid en dus gewoon alleen maar uit. Dus ook meer conflict in onze Nederlandse samenleving. Ik vind dat een hele slechte zaak. De heer Bosma. Voorzitter, maar een partij die is opgericht omdat het vaststelt dat er een kloof bestaat tussen de burgers en het bestuur. Namelijk D66. Lees appel 66 er nog eens op na. Een partij die zich noemt Democraten 66 zou zich toch zorgen moeten maken over het feit dat 71% van de Nederlandse bevolking zegt wij steunen dat culturele immateriële erfgoed, namelijk Zwarte Piet. Een ander onderzoek zelfs 95%. Maar dat de bestuurselite van Nederland ervoor zorgt dat die traditie toch kapot wordt gemaakt. Dat is toch heel erg. Dan zou een partij als D66 zou toch mijn positie moeten innemen. Het zou toch een partij als D66 waardig zijn om te zeggen, wacht even, bijna driekwart van de Nederlanders zegt Zwarte Piet is zwart, moet niets hebben van al die neppieten. Weet je wat, ik steun die mensen. Maar D66 doet dat niet en kiest de partij van de linkse elites. Ja. Heer Asscher. Nee, we gaan het interrupties in tweede. Heer Asscher. Nou, voorzitter, ik wilde juist de heer Bosma een compliment geven, want hij had exact dezelfde speech als vorig jaar en ik geloof helemaal niet dat er ook maar iemand onrustig van wordt of opgewonden van wordt. De voorspelbaarheid is tegelijkertijd buitengewoon geruststellend. Alles is mis, we leven in een linkse hel, de elite heeft alles verpest en maakt het volk kapot. En intussen gaat het leven gewoon door en hebben we gelukkig andere problemen om ons mee bezig te houden. Mijn vraag aan de heer Bosma, ik weet dat hij in dezelfde stad woont als ik, die ik inderdaad heb mogen besturen, wat ik geweldig vond om te mogen doen. Heeft hij gisteren de intocht gezien van Sint-Nicolaas in Amsterdam? En is het hem ook opgevallen dat naar mijn waarneming heel veel kinderen daar ontzettend van hebben genoten? En is dat eigenlijk ook niet het doel van zo'n intocht? Heer Bosma. Ja, dat is het doel van de intocht, ja. Mijn vraag is, heeft u ook gezien dat veel kinderen daar plezier aan hebben? Ik heb niet gezien dat er in Amsterdam, heb ik geen beelden gezien van de intocht, maar bij intochten in zijn algemeenheid hebben kinderen daar veel plezier. En dat lijkt me goed. En het zou mooi zijn als politici zoals Asscher geen stiekeme capriolen uithalen tegen onze tradities. Dat ze zich gewoon eens neerlegt bij wat driekwart van de Nederlandse bevolking vindt. En als politici als Asscher gewoon hun tengels afhouden van onze mooie tradities, dan komt het allemaal goed. En omdat Asscher dit soort stiekem en achterbakse dingen doet, en omdat in Amsterdam de heer Asscher het christelijke kruis heeft verwijderd van de mijter van Sinterklaas, moet ik dit soort dingen doen. En er zijn overeenkomsten met mijn tekst van vorig jaar. De kans bestaat dat ik volgend jaar hetzelfde verhaal moet afsteken. Heer Asscher. Ja, ik ben niet stiekem, ik heb u juist gecomplimenteerd voor uw traditie om deze speech hier te houden. Daar kunnen we prima tegen. Dat is ook immaterieel erfgoed. U begint zelf een beetje de trekken van immaterieel erfgoed te vertonen. En ik vroeg naar Amsterdam, omdat daar inderdaad met roetveegpieten gewerkt wordt, al een aantal jaren en alle kinderen daar heel erg naar hun zin hebben. Dus dan is het zo vreemd om dan een politicus te horen uit diezelfde stad. We komen elkaar wel eens tegen in de stad, op de fiets. Zo'n dorp is Amsterdam. Om dan niet vast te stellen dat daar een verschrikkelijk leuk feest is. Dat door helemaal niemand kapot gemaakt wordt. Sterker nog, dat wel beter lijkt dan ook. Dus ik heb eigenlijk geen vraag, maar vooral de suggestie tussen het stampvoeten door. Volgende keer gewoon naar de intocht in Amsterdam. Dat is hartstikke gezellig. Heer Bosma. Voorzitter, als ik het stiekem noem, dan heb ik het niet over hetgeen Asscher net gezegd hebt. Maar dan heb ik over zijn capriolen als minister van Sociale Zaken. Toen hij stiekem en achterbaks onze mooie traditie ging aanvallen. Dat beschouwt hij blijkbaar als een sociale zaak om onze mooie Zwarte Piet kapot te maken. Daar wist de Tweede Kamer helemaal niets van. Ik moest er bij toeval achterkomen, want een van de organisaties die daar zat en zei van nee, ik ga helemaal niet mee met die Asscher. Zwarte Piet blijft gewoon zwart, met mij in contact trad. En toen heb ik er kamervragen over gesteld. En toen bleek met wat voor stiekem capriolen de heer Asscher bezig was. Dus als ik het over stiekem heb, heb ik het maar over één ding. Namelijk het dossier Zwarte Piet in de tijd als minister. En fijn dat hij mij als erfgoed beschouwt, voorzitter. Misschien ben ik nu in staat om wat subsidie te krijgen, links en rechts. Vervolgt uw betoog. Voorzitter, dus die bestuurselite die hoopte op rottigheid bij de intochten. Daarom bijvoorbeeld PvdA-burgemeester Waanders in Dokkum vorig jaar, of was dat weer 2 jaar geleden? Nee, vorig jaar, nodig dan zelf kick-out Zwarte Piet uit in de hoop dat er rottigheid komt. In de hoop
dat men dan kan zeggen, ja, zie je wel, er is rottigheid, dus Zwarte Piet moet kapot. Als een kind zo blij zijn, zoals er rottigheid is, zie je de bijdrage van D66 vorige week aan het vragenuurtje. Dus onbewezen wat er in het kraakpand gebeurd is, maar D66 roept, het was verschrikkelijk, dus moet Zwarte Piet kapot. We zien het gevolg van het linkse gedram in onze straten. Cultuurverlies. Sinterklaas is bijna helemaal verdreven uit het straatbeeld. Wie had dat gedacht? In de stad waar de heer Ascher en ik elkaar tegenkomen, had je vroeger de Bijkorf. Daar hingen de Pietjes, daar hingen de Sinterklaas. Het is allemaal weg. We zien dat Zwarte Piet en Sinterklaas en ook alleen Sinterklaas helemaal weg zijn. Uit de etalages, uit de speelgoedgidsen. Het is helemaal verdwenen. Het is helemaal kapot gemaakt. Hoe komt dat door al die verschrikkelijke mensen? Wat hebben we wel gekregen? Bijvoorbeeld in ons mooie Amsterdam. Het middeleeuwse kattengejank van de islam uit de moskee. Zwarte Piet is kapot, maar vanuit de moskee wordt opgeroepen tot gebed. Dat noemen we ook wel omvolking, voorzitter. Dat is nou omvolking. En dit alles, voorzitter, past in de grote verlangens van de instituties van Nederland, namelijk dat we gereduceerd worden tot een volk zonder wortels. Een volk dat zichzelf niet bijzonder acht. Een volk zonder cultuur. Een volk dat zich dus kan laten omvolken. En het is nog ernstiger, voorzitter. Ik hoop dat zeker D66 goed meeluistert. Want wat er aan de hand is dat de elites van Nederland het sociale contract met het Nederlandse volk verbroken hebben. Het Nederlandse volk wil gewoon Zwarte Piet, maar de instituties vechten daartegen. En dus, zoals bijvoorbeeld in Deventer, moeten mensen hun eigen intocht weer gaan organiseren buiten de staat om. Net zoals mensen hun eigen burgerwachten moeten gaan organiseren, omdat de staat onze veiligheid niet meer kan of wil garanderen. Aantal vragen aan de minister. Voorzitter, het Stedelijk Museum heeft zich nu solidair verklaard met Kick-out Zwarte Piet. Is dat een taak van een museum? Welke tradities moet het Stedelijk Museum nog meer veranderen? En als de minister zegt, ja, daar ga ik niet over. Nou ja, zij heeft ook aangekondigd met Johan Derksen te gaan praten als die een grap maakt die volgens haar niet deugt. En ze houdt zich bezig met speelgoed in speelgoedwinkels, dus ze houdt van micromanagen. Dus mijn vraag gaat over het Stedelijk Museum. Is het de taak van een museum om tradities te willen veranderen? En vooral, welke tradities gaan er nog meer veranderd worden? En gaat Ayaan Hirsi Ali bijvoorbeeld meehelpen om een islamitische traditie te veranderen? Voorzitter, wat vindt de minister ervan dat gemeentes die traditie aanpakken, die ongekozen burgemeesters? Wordt het niet eens tijd om die gemeente een strafkorting te geven, omdat ze blijkbaar onze culturele traditie aanvallen? En dan nog even de rol van meneer Soros. Die financiert een aantal van die anti-Zwarte Piet clubs. D66 is nogal tegen buitenlandse inmenging op heel veel terreinen. Wat weet de minister van de inmenging van meneer Soros op dit gebied? De financiering van meneer Soros van allerlei duistere anti-Zwarte Piet clubs. Dat waren drie vragen, voorzitter. Ik hoop op een antwoord. Dank u wel. Dank u wel. Het woord is aan de heer El Yassini van de VVD.